9 uit 4, alleen wel 3 wedstrijden achter elkaar, daar doelde ik een beetje op. En ik vind dat wel heel erg knap voor ons. Maar überhaupt zie je dat nogmaals niet zo heel vaak in de tweede divisie. Ook bij de topploegen, dat ze zo even 3-4 wedstrijden achter elkaar winnen. Dus dat geeft aan dat we heel goed aan het seizoen zijn begonnen. Rogier Veenstra, de volgende 3 zijn alweer binnen. Ja, het is een wilde. 9 punten uit 3 wedstrijden. Een reeks die je sowieso in de tweede divisie niet zo heel vaak ziet. Daarvoor zijn de ploegen gewoon heel erg goed. Maar wij hebben het voor elkaar gekregen. Dus grote ontlading. Je bent zelfs heel enthousiast. Je zegt 9 uit 3, maar het is 9 uit 4, hè? 9 uit 4. Alleen wel 3 wedstrijden achter elkaar. Daar doelde ik een beetje op. En ik vind dat wel heel erg knap voor ons. Maar überhaupt zie je dat nogmaals niet zo heel vaak in de tweede divisie. Ook bij de topploegen, dat ze zo even 3-4 wedstrijden achter elkaar winnen. Dus dat geeft aan dat we heel goed aan het seizoen zijn begonnen. Waar ligt dat aan? Als je nou de wedstrijd van vandaag ziet, hè, de treffers krijgt best wel ook wel wat kansen, maar toch lukt het hen niet en jullie wel. Ja, dat kan je vertalen naar dat wij al 2 keer gewonnen hebben en zij nog geen 1 keer. Alleen vond ik vooral de eerste 20, 25 minuten, waardoor je ook op 1-0 komt, dat heeft puur te maken met hoe wij voetballen. Ik zeg vooraf dat ik niet helemaal tevreden was over het veldspel. En er waren nu genoeg momenten hoor, neem heel de tweede helft. Alleen ik vind dat we de eerste 20, 25 minuten laten zien dat we ook echt heel goed kunnen voetballen. En dat we net als tegen Scheveningen uit echt een lopende aanval een doelpunt maken. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je op 1-0 komt. En natuurlijk moet je dan soms een beetje geluk hebben. En dat hou je gewoon als je tegen dit soort ploegen speelt. Dan moet je soms een beetje fortuinlijk zijn. Ja, nu valt het onze kant op. Maar ik vind achteraf gezien wel dat we verdiend hebben gewonnen. Ondanks dat de tweede helft niet zo heel goed was. Maar dat had ook vooral met de tegenstander te maken. Wat ook wel bijzonder is, hè, als het dan ook goed loopt bij een ploeg. Hè, dan zeggen mensen, nou, misschien dat het wel een leuk seizoen gaat worden. Noem het maar op. Er werd zelfs aan mij al gevraagd, van, moet ASVH de doelstelling misschien al bij gaan stellen? Wat vind jij daarvan? Nee, dat ga ik niet doen. Wij hebben intern wel een doelstelling met de spelersgroep. En die is misschien iets hoger dan wat ik naar buiten breng. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. We hebben nog steeds de kleinste portemonnee. En we hebben nog steeds heel veel spelers die vorig jaar samen met dezelfde staf aan de onderkant eindigden. Dus tuurlijk zijn we hartstikke blij. Maar we weten ook dat je in deze competitie 2-3 wedstrijden op rij gewoon 0 punten kan halen. Maar deze pakken ze ons niet meer af. Het ook met jou als trainer. Hè? Ik kan me voorstellen dat je ook een stuk relaxter nu op de bank zit. Als je nu inderdaad 9 punten uit 4 wedstrijden hebt gehaald. In plaats van 14 uit 24. Ja, dat klopt. En ondanks dat we vorig jaar ook best wel goed begonnen. Maar ja, ik heb genoeg wedstrijden gehad dat ik... Dan stap je weer die bus in. Hè? Doelend op uitwedstrijden waar we geen 1 keer wonnen. Dan kwam je hier weer met heel veel hoop. En die spelers die er zin in hadden. En ja, dan verloor je weer met 2 of 3-0. En wedstrijden waarin we best wel goed voetbalden. Maar uiteindelijk 0 kansen creëerden. En toch weer met 1-0 verloren. Dus ja, al die dingen bij elkaar. Ja, als je dat afzet tegen wat er dit seizoen tot nu toe gebeurt. Ja, dan hoef ik jou niet te vertellen dat ik met heel veel plezier hier werk. En heel veel voldoening krijg uit wat de spelers laten zien.